fysieke, mentale en emotionele detox. Een hele week lang gaan we samen onderzoeken hoe dat we dat best kunnen aanpakken en waarom dat eigenlijk nodig is. Fysiek is nogal duidelijk. De meesten onder ons hebben last van te veel stress door werk, sociale omstandigheden en nu zeker met de lockdown niet eenvoudig. Dus die spanning slaat zich op in ons lichaam. De meesten onder ons gaan dan ook nog eens wat compenseren door te weinig te bewegen. Enerzijds wat niet echt een compensatie is, maar meer een gevolg. Maar anderzijds door te veel te gaan eten of slechter te gaan eten. Gaan eten dient heel vaak om iets te gaan compenseren. Mentaal. Mentaal zitten we allemaal met een overload. Als je elke dag hier buiten komt, dan heb je daar minder last van. De natuur helpt om te detoxen. De natuur helpt om te ontspannen. De natuur helpt om je geest leeg te maken. Maar voor de meesten onder ons is dat geen realiteit. Integendeel, we leven in een 24-uursmaatschappij. We gaan continu door. Alles moet ook continu doorgaan. Sommigen onder ons zitten ook met de stress van niet rondkomen. Heroriëntatie van een business. Niet eenvoudig om daarmee om te gaan en dan niet helemaal in de knoop te slaan. Die mentale stress zorgt ook weer voor meer stress in het leven. En dat is allemaal gekoppeld via onze emoties. Emotionele detox, dat doet er bijna niemand aan. Waarom niet? Omdat we dat niet geleerd zijn. We leren wel op de een of andere manier om een pleister te plakken op onze knie als we gevallen zijn als kind. Maar als we ons niet lekker voelen, dan hebben we daar geen middelen voor. Hebben we daar heel weinig voor geleerd. Behalve dat jongens niet huilen en dat meisjes ook flink moeten zijn. En ik zeg niet dat dat bij iedereen zo is, maar het is toch heel vaak zo. Dus ook daar hebben we heel weinig middelen. En die drie, die haken continu op elkaar in. Als je fysiek gespannen bent, dan wordt het heel moeilijk om stil te zijn in je hoofd. Als het niet stil is in je hoofd, dan is het heel moeilijk om te gaan met emoties als die opkomen. Als er angst is over niet rondkomen, of andere bedreigingen, of over de wereld die verandert, dan is het heel moeilijk om daarmee om te gaan. En dan gaat dat weer inspelen op onze denken. En op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel. Dan gaan we continu ronddraaien in dat cirkeltje. En geraken we er niet uit. En dat is nu net de bedoeling van die week. Gaan we dat oplossen in een week? Natuurlijk niet. Maar je krijgt wel een aantal middelen mee. We gaan het hebben in een webinar over lifestyle aanpassingen. Bijvoorbeeld meer in de natuur zijn als je kan. Over hoe je je voeding kunt aanpassen. En over de manier waarop je dat kunt doen, dat je dat op zo'n manier kunt doen dat het niet extra stress veroorzaakt. Want we weten best wel allemaal wat we verkeerd doen, maar het is niet zo simpel om die stap te zetten. Dus moeten we gaan kijken hoe we dat kunnen aanpakken op een duurzame manier. En wat gaan we ook doen? We gaan 5 dagen yoga doen, waarin je 5 practices krijgt die dit proces ondersteunen, die mentale, emotionele en fysieke detox ondersteunen. En dat zijn vrij eenvoudige, maar zeer effectieve practices. Dus we gaan dat doen van maandag tot vrijdag, telkens rond 7 uur. Eén daarvan, op dinsdag, is de gewone fysio-yoga-les die ik wekelijks geef. En daarbij gaan we al die practices in 1 keer overlopen. De rest van de week overlopen we die nog eens stap voor stap. En als je meedoet, dan heb je ook lifelong toegang tot de opnames van zowel de webinar als die lessen. Dus dan kan je dat blijven toepassen op jezelf. Voilà, ik ga nog een beetje verder wandelen. Ik laat jullie nog even meegenieten van het landschap hier. Het is hier super mooi. Het is valavond, zo meteen gaat het licht uit en gaan we terug naar binnen. Ik hoop je te zien. Tot binnenkort. Doei!